naam is Johanneke en ik ben de oprichter van organisatie Geroet, deze twee en Coffee Club. En wij werken met meisjes, vrouwen uit de wereld van prostitutie, mensenhandel, ook al huiselijk geweldsituaties. En dat is een groep vrouwen dat we echt willen ondersteunen. We doen dat door straatwerk, we gaan de straat op in de prostitutiebuurten. Daarnaast hebben we een inloophuis waar iedereen welkom is. Het is een hele familiale setting waar alle activiteiten gedaan worden. Jaren terug las ik een krantenartikel over prostitutie en mensenhandel in Antwerpen. En dat heeft mij ertoe gezet om op straat te gaan, om in het Schipperskwartier contact te maken met meisjes en hun verhalen te horen. Wat ik merkte is dat het voor heel veel vrouwen geen keuze was om in de prostitutie te starten. En ze zijn in de wereld beland en ze zijn er op een manier in vast komen te zitten. En zo is uiteindelijk Geroet ontstaan. Geroet betekent vrijheid, de vrijheid om te kiezen. Dus echt om te zien dat er een keuze komt. En dat ze dan de moed hebben om daar stap in te zetten, als ze echt dat willen, dat er ook mogelijkheden komen. Na jaren de vrouwen beginnen begeleiden om een nieuwe toekomst op te bouwen, merkten we dat het helemaal niet evident is voor hun om door te stromen naar een job. En zo is eigenlijk het idee van de Coffee Club ontstaan. Een gezellige koffiebar, eerlijke koffie, eerlijke kansen. We zijn echt een specialty koffiebar, maar met een verhaal erachter. En dus juist om iemand die eigenlijk nog nooit geen eerlijke kans heeft gekregen, om die ook echt te zeggen van, jij hebt het recht om een eerlijke kans te hebben. En ervoor te zorgen dat ze echt zijn plaats kan vinden in de samenleving.